Waar gaat het vandaag mis, Donner van Deekman? Ik weet niet. Het gaat al een tijdje mis. Er zijn duidelijke afspraken. Iedereen weet wat hij moet doen. Ik denk dat het niet aan de scherpte ligt. Dat iedereen wil het wel. Vandaag waren de ruimtes gewoon te groot en we liepen onszelf best stuk in de eerste helft. En daarna vallen we weer terug naar ons oude systeem. Gewoon met buitenspelers. En dan zie je dat we dan toch wel de druk naar voren kunnen zetten. En dat we nog gevaarlijk kunnen zijn. Die afspraken die er wel degelijk zijn en waar je het over hebt, is het dan ook gewoon een feit dat die lang niet altijd worden nageleefd in het veld door de spelers? Nee, dat is het niet. Kijk, het is in de praktijk altijd anders. Je kan wel praten over de ruimtes klein houden en druk naar voren en dat soort dingen. Maar als je op het veld zit, is het toch wel anders. Dan zijn de ruimtes misschien te groot. Daar heb je altijd nog een tegenstander die daaronder weet uit te voetballen. Dus ja, dat zijn de dingen die ons dwars zitten nu, op dit moment. Het was de laatste thuiswedstrijd voordat de play-offs beginnen. En iedereen, ik dus ook, zoekt natuurlijk naar houvast. Iets waar je kan vastklampen dat jullie in die play-offs iets kunnen presteren nog. Maar ik zie het eerlijk gezegd niet. Heb jij nog iets? Natuurlijk, we zijn met een nieuw plan begonnen. De vorige wedstrijd. En ik denk dat iedereen wel wil. Ja, de play-offs zijn natuurlijk weer een ander soort wedstrijden. Elke wedstrijd is gewoon de finale. En nu zoeken we inderdaad naar wat houvast. Naar wat vastigheid in het team. En ik hoop dat we in de play-offs wel het geluk mee hebben. Dat we nu niet mee hebben. En jij zat zelfs een tijdje überhaupt niet bij de selectie. Nu twee wedstrijden op rij gelijk in de basis. Dus je hebt niet heel die serie meegemaakt. Maar het is wel een serie die erin hakt, hè? Ja, absoluut. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Het hakte niet alleen bij mij en bij iedereen. Sparta is natuurlijk een club die erg leeft. En ja, die supporters die begrijp ik wel als ze beginnen te fluiten en een beetje kritisch zijn. Maar het is niet echt leuk om mee te maken. Nee. Is alles wat jou betreft wel afgehandeld? Dat je uit de selectie was en hoe je er destijds over dacht? Ja, wel zeker. Zeker. Ik zie dit nu gewoon als een nieuwe kans. En ik probeer gewoon mezelf en natuurlijk het team toch wel goed te laten spelen en te laten promoveren misschien wel. Heb jij af en toe de kop van Jut misschien wel gevoeld? Nee. Ik heb dat niet gevoeld. Er is altijd wel hoop. En het geloof moet er ook zijn, want elke wedstrijd is natuurlijk weer anders. En ja, dan valt hij nu op de paal, de bal van Mahi. Voor de stelrecht gaat hij gewoon erin en dat is een hele andere wedstrijd. Dus je kan eigenlijk nooit de hoop opgeven. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het, zeker vanuit het oogpunt van supporters, jullie moeten sowieso de hoop inhouden, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel lastig is om die hoop te blijven opbrengen na zoveel, ook nog eens thuisnederlagen. Ja, het is natuurlijk wel moeilijk, maar net wat ik zeg, we mogen niet opgeven, we moeten ook niet opgeven. Want elke wedstrijd is gewoon heel belangrijk. En straks hebben we nog de play-offs. En je weet maar nooit. Nu hebben wij Corpot, die heeft vandaag de analyse van deze wedstrijd gedaan. Die zei op een gegeven moment, vond ik best wel harde woorden, zei hij, het lijkt wel alsof dit Sparta en de spelers, alsof ze zonder gedachten spelen. Alsof ze zomaar wat doen. Maar jij vertelt net dat er wel degelijk opdrachten zijn. Ja, er zijn wel degelijk opdrachten. Natuurlijk is de wedstrijd anders voor de supporters en de toeschouwers. Die zien het van bovenaf. Maar we hebben wel degelijke instructies gekregen van de trainer.